Ik ga nu naar Tuning Service Huizen. Want de A45 met het Armytrix uitlaatsysteem die jullie laatst hebben gezien, gaat vandaag op de bank. En ik hoop een klein beetje getuned. Een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. Ik sta bij mijn auto en als je bij mijn auto kijkt, dan zie je dat die echt ranzig is. Ik heb hem denk ik al bijna 2 weken niet gewassen. Oepsie floepsie. Maar daar gaan we nu verandering in brengen. Zet de auto aan. Ik rijd nu even naar de schoonmaakbox toe, want ik ga nu naar Tuning Service Huizen. Want de A45 met het Armytrix uitlaatsysteem die jullie laatst hebben gezien, gaat vandaag op de bank en ik hoop een klein beetje getuned. Het is natuurlijk Quinn's auto en Quinn zei, ik weet nog niet zeker of ik hem wil tunen, maar ik zei, jij gaat hem tunen, want het gaat hem 100 keer beter maken. En ik denk dat hij hem vandaag wel gaat durven te tunen. Maar ik kom er altijd met een vieze auto aan, dus eerst gaan we hem schoonmaken. Oké, en dan gaan we dan schoonmaken. Ik ben nog niet klaar. Maar mijn geld is op, dus ik moet geld gaan vinden. Oké, auto is zo goed als schoon. Ik had even 20 euro extra gehaald, zodat ik voor de aankomende keren dat ik mijn auto wil schoonmaken, genoeg schoonmaakgeld heb als daar, omdat er cashgeld in moet, zo 2004. Jullie zagen in de timelapse dat er heel vaak mensen naar me toe komen als ik mijn auto aan het wassen ben. Of mensen die mijn auto gewoon vet vinden, zoals die man met die S3. Of mensen die poep onder hun schoen hadden, waar ze vroegen of ik eruit kan spuiten. Ik heb net, ik weet wie je bent, maar ik heb, wil je alsjeblieft één keer onder schoen spuiten? Ik heb net in de poep gestaan, man. Super vaag ook weer. En er kwam een jongen en die vroeg, hey, wil jij jouw auto ruilen tegen mijn auto? En dat is een vraag die ik nog nooit heb gehad, die ik wel interessant vind. Hij zei van, ja, ik heb een A200D. Dus een Mercedes A200 en dan de dieselversie. En hij zei, ik wil heel graag een benzineauto, dus ik wil hem graag tegen je ruilen. Ik zei, nou, niet helemaal mijn ruilvorm die ik graag zou willen. Dus ik heb het vriendelijk afgewezen en wilde wel bijbetalen, maar ik wil mijn auto binnenkort misschien gaan inruilen voor een nieuwere auto. Of een nieuwe RS3 of een andere auto. Laten jullie maar weten wat jullie vinden dat mijn volgende auto moet zijn. Maar ik vond het wel interessant dat ik dat als aanbod kreeg. Dat ik hem in mocht gaan ruilen. Toen heb ik even verteld over de auto met het uitlaatsysteem, met de wrap, alles dat het limited edition is. De wielen dat bijna niemand daar rijdt. Omdat het een hele speciale auto is. Voor mij tenminste. Dus vond hij wel interessant, maar uiteindelijk geen deal uitgekregen. Ik zit nu in ieder geval in de auto en ik ga onderweg naar Tuning Service Huizen. Om lekker Quinn's auto te tunen. Oh, ik doe de hele tijd mijn hand aan elkaar, maar ik vergeet dat de hele tijd. Zo dom. Ik ben er bijna en dat betekent even de uitlaat open in sport. Even laten weten dat ik er ben, toch altijd. Oeh, er zijn al heel veel fans, zag ik. Ella! Oké, ik ben dus een beetje dom geweest. Ik dacht, waarom staan hier zoveel mensen? Ik heb dus blijkbaar een paar dagen geleden in mijn vlog gezegd dat ik hier vrijdag zou zijn met Quinn. Hoezo dom? Echt, hoezo dom? Er gaan nu de hele dag alleen maar mensen zijn. In ieder geval, we gaan tunen. Ik ben vandaag zeker niet de enige, want kijk al deze auto's die hier staan. Zoveel leuke dingetjes. Wat heb jij? Oh, jij hebt vogelkak op je auto. Hey Vincent. Vind je kleurtje top? Kijk er nu pas eigenlijk echt naar. Ik heb hem al 3 keer gezien, maar vandaag zie ik hem echt voor het eerst dat ik echt even omheen loop. Je moet wel echt je auto schoonmaken, grap. Wat? Heeft vel geraakt? Oh nee. Nou trouwens, ik heb mijn vel wel geraakt. Zorg niet goed. Echt? Kom even mee. Daarom heb jij een stuur in je auto, dat je hem weg kan sturen van de stoepjes, hier, hè? En daar ook nog. Kijk deze hier, echt een hap. En daar ook. Vincent, ja. Waar heb jij je rijbewijs gekocht? Nee, het hoort erbij. Wow, mijn vel glimmen opeens lijp nu ik hem heb schoongemaakt. En Quinn is hier vandaag met zijn A45. Met een Armytrix uitlaat. Trouwens, je uitlaat zorgt ook voor meer pk als het goed is, hè? Nee, alleen als je een downpipe erbij doet. Nee, ik weet niet hoe jouw uitlaat is opgebouwd, maar mijn heeft zeg maar een soort X'je erin, waardoor die beter aanzuigt, waardoor die meer pk zou moeten hebben. Het zou 3 pk zijn. Ga naar huis. Huizen? Ja, ik hoor het al. Nee, jij gaat het doen. Oh, ga ik het doen? Nou, oké, is goed. Hier, kom maar. Zou ik hem even vastzetten? Ja, doe maar. Doe niet. Nou, in ieder geval, als je volledig zou doen met downpipe, kreeg ik 19 pk meer. Ja, maar wat zijn, hoeveel kun jij erbij doen? Dan hoop ik naar... hij wil niet al te gek, hè? Dus nee. Hou het op 14 houden. 14, 30 pk erbij. Maar we zien je over een maandje wel weer en dan weer, weer wat meer en dan weer wat meer. Dat had ik ook. Ik doe altijd mee. En wat ik nu eventjes kon pakken... Wat de fuck heb jij in je elleboog zitten? Oh. Hier was ik naar op zoek. En voor de uitlaat heb ik het magische knopje. Ik zet hem even open. Ik heb je knopje gestolen. Oh,
einde had hij even bam bam bam. Hij deed toch bam 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 bam? Hij deed bam bam bam. Ja, we gaan los. Maar toen we de APM limmen, dan moet hij gewoon bam 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 bam. Bam 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 bam. Ja, dat was lekker. Hij heeft 406 pk, maar wordt origineel geleverd met 380. Dus dit is heel knap als dit zeg maar niet getuned is. Hij trekt het wel lekker door. 403. Dan wordt het uitlezen, kijken wat erin zit. Het is raar. Hij levert te veel vermogen en Remy denkt te weinig koppel. Weet hij niet zeker, gaat hij nu even checken. Maar dat zou betekenen dat deze auto al getuned is, alleen zonder het weten van Quinn. Dat zou vervelend zijn voor Quinn, maar aan de andere kant ook weer fijn, want hij rijdt al een hele tijd goed op deze tune en het is een snelle auto. Het enige jammer is dat hij dus niet hoger kan. Remy heeft gecheckt, 20 Nm boven. En wat zouden jullie moeten kunnen leveren? Want hij levert nu 475 Nm. We geven minimaal op een stage 1. We geven al 25 tot 55 op. Ja, dus daar is wel heel veel winst in te halen. Ja, zeker wel winst. Oké, nou ja, tunen sowieso dus, maar even kijken of dit stammen is. Gaming Jong, ik heb de uitslag voor u. Trouwens, wat ik net zei, het is net iets veranderd. Hij heeft nu dat. 475 torque origineel. 475, dus hij levert torque onder en horsepower over. That's weird. Ongecorrigeerd. Ongecorrigeerd, komt hij precies 4, erop uit. 74. Oké, dus hij is ongetuned, denk je? Ja, moet wel. Ja? Ja, alleen hij doet het goed. Heel eerlijk. Maar dan kwam hij echt naar 4.30, 4.40. Als je hem steeds... Ik denk dat hij nog wel schrik inderdaad. Want ik denk dat hij nu al zo naar 4.20, 4.30 al gaat. Nou. Lekker grap. Maar we doen hem met mild dan. Mild. Eén keer heel even... Heel even 4.50. 600, 700. Run 2 is volgens mij nu net gedaan. Ja, wat doet hij? Wat doet hij? Hij heeft nu 423 pk. Ja. En 102 Nm meer. Huge. En daar hou je bij? Ja, we gaan nu even rijden. Voor nu hou je het er bijna over een maatje bij weer terug. Ja, wie weet. Eerst even rustig wegrijden, anders krijg je boze buren. Ik vind het een beetje spannend of zo, man. Heel gek gevoel. Kijk, ik heb nog niet hard getrapt, want ik dacht ik wil nog niet weten. Even wachten nog. Spannend, man. Oké, klaar voor? Ja. Merk jij veel verschil? Ik merk echt verschil, ja. Jij weet het beter dan ik. Ik heb maar één keer meegereden in mijn leven. Oh, dat is lekker. Wow, gek. Bart, kom eens. Is het de bedoeling dat hij, zeg maar, als het ware super schakelt, maar niet heel veel sneller is? Want je merkt helemaal niet zo heel veel van die torque. Die bak die verandert niet. De automaat heeft niet aangezet. Maar hij is niet veel sneller. Hij zou wel iets sneller moeten zijn. Nou, jij merkt ook niet veel. Ja, hij is wel sneller. Wordt hier uit de zijk genomen. Hier, je wordt je met de geslagen. Ga eens echt ziek. Echt vet. Ja. Ik ga even in mijn eentje hier rijden. Goed. Heel goed. In je eentje is veel sneller, of niet? Ja, is echt ziek. Echt heel ziek, hoor. Sick. Echt vet. Goed gekeurd. Goedjes. Ik heb even, kijk, ik ben niet heel slim geweest. Ik heb dus mijn voorste velg wel schoongemaakt en mijn achterste niet. Zie je het verschil? Voorste heb ik ook niet helemaal schoon. Nee, maar voor het zicht. Nee, maar kijk, als je hier komt staan, dan lijkt die schoon, zie je? Lekker schoon wieltje. Maar die is dus niet... What are the odds dat je hem schoon gaat maken voor me nu eventjes nog? Sorry? What are the odds? Ken je dat spelletje? Nee, ik ken dat spelletje zeer. Nou, dan zeg je... What are the odds? En dan zeg je bijvoorbeeld 1 op 5. En tel je af 3 op 1, dan zeg je allebei getal tussen 1 en 5. Als we dezelfde zeggen, moet je hem schoonmaken. Ik laat mijn auto wel schoonmaken, dus sorry. Nee, je moet doen. Nee, ik moet niks. Je moet wel doen. Ik heb een eigen mening. Nee, ik ga geen velgen schoonmaken, want ik heb hele schone handen. Okay? En ik heb geen middelen daarvoor. En Remy gaat het ook niet doen. Wat ben jij een bitch, hè? Nee. Nou, hier. Mag ik dan wel iets positiefs zeggen? Ja? Omdat jij toch zo negatief doet. Ja, ik wil jullie bedanken. Oh, Iel. Wat doe je nou? Ik ga het even een mooie afbijtmiddel. Ik ga je velgen niet schoonmaken, hoor. Met de hand dat doen, maar dit is een spreetje. Oh ja, oké, nou, ik doe je niet met de hand als hij zomaar schoon is. Maar dan ook gewoon doen alsof je hem niet schoonmaakt. Je maakt hem gewoon schoon. Het is niet erg, het is super aardig dat je hem schoonmaakt. Daar mag je gewoon voor uitkomen. Jij bent toch heel goed in uitkomen? Ik kom ook wel vooruit. Kom eens uit de kast dan. Dat is dan 5 euro. Nee. Was vriendendienst. That's what friends are for. In good time. Vrienden zitten in je... Waar zitten vrienden ook in? Ja. Kutjong. We gaan even lekker wat eten, maar daar rijdt weer een auto. Nog steeds ook wel een klein beetje mijn droomauto. De veel te dikke RS3 van Thomas met een veel te hard geluid. Er zitten alleen twee stomme auto's voor mij.
die ervoor zorgen dat ik er niet achter rijd. En we gaan weer uit eten. En zoals altijd begin ik met een carpaccio en daarna doe ik een lekker biefstuk. Of eigenlijk, hoe heet het wat ik vandaag had? Denver steak. Eigenlijk altijd standaard als ik het eten ga, wat krijg ik elke dag doen, neem ik dit. We waren uit eten en ik zat met het ding dit te doen. En het is echt super kut, maar er is een verhaal bij. Een oude viskokkerij. Die is ooit een keer brand geweest. Nu die toiletgroep is, was de slaapkamer van Neeltje. En Neeltje is hier verbrand. Dus ik heb net op haar hoofd gepist, zeg maar. In principe wel. Dus als je hier aan belt, dan roep je geest op. We zijn wat vaker dat Neeltje eigenlijk gewoon een beetje... Kijk, wij maken wel vaak geks en een grapje over. Dit belletje, dat vinden we iedere keer terug. Waarom moet meer leggen? Hij komt altijd boven water. Dus bij deze... Nou, ik ga hem even onder water leggen, ja? Neem hem lekker mee. Jij hoeft hem niet meer terug? Nee, je gaat hem lekker mee. Want dan komt hij niet meer boven water. Dat is geen probleem. Mocht er thuis rare dingen gebeuren, wil ik het niet weten. Toch, zeg maar, ook al geloof ik er niet in, vind ik het toch eng. Dus ik ga er lekker staan. We hebben een ontgroening voor medewerkers. Maak er staan, slaat alle lampen uit. En laat je door de engste delen van het pand heen lopen. Wat zijn de engste delen dan? Als je naar boven gaat, in een hele donkere zolder. En s'avonds laat van 11:00 of 12:00 wil je daar niet lopen. Mogen we er heen? Oh ja, als je erin hebt. Ja. Succes. Oh, ik ga ze laten schrikken. Ja, jij schrok alsnog. Zo, maar kijk. Het is zeg maar, zo lijkt het heel leuk. Maar als je dit uitdoet, je ziet gewoon echt helemaal niks meer. Bij hoeveel likes gaan wij hier verstoppertje spelen? Nou, ik zou zeggen minimaal 20.000 likes. 20.000 likes? Minimaal. Ja? Oké. Okay. Dan gaan wij hier verstoppertje spelen. Maar echt, jongens, niet... Maar midden in de nacht dan ook? Vanaf 12 uur. Serieus? Wel om 12 uur 's nachts. Als jullie zeggen, we willen echt een verstoppertje spelen, dan gaan we het wel om 2 uur 's nachts doen. Dan doen we alle lichten uit in het hele fucking band. En dan gaan we niet verstoppertje spelen om 2 uur 's nachts. Maar dan wel 25.000 likes. Ik denk dat die dag ben ik goed ziek, zijn. Denk ik. Ja, ik voel wat opkomen. En het pand is enorm groot. Hè? Dus ja, dan doen we het hele pand. Dus niet like. We sluiten de dag af met een bordje karten. Nu is het zo dat ik hier de vorige keer een 35 seconden reed. En deze pannenkoek rijdt een 32 seconden. Nee, 33. Dus hij zat mij uit te lachen. Blijkt dus dat je 2 standjes op een kart hebt. Een super, zeg maar, een snellere en iets minder snellere. En ik reed waarschijnlijk op de minder snellere. Dus het was helemaal niet zo heel cool dat die 2 seconden sneller reed. Ja? Dus vandaag gaan we kijken of het beter lukt. Ik hoop dat ik hier eruit kan rijden. Vond je het leuk? Ja, zeker. Ik dacht zeg maar dat ik jou aan het kutten was, omdat ik dacht dat jij iets grijs aan had, maar het bleek dus iemand te zijn die wij niet kennen. Dus ik zat de hele tijd jou te kutten voor mijn gevoel, maar ik dat bij iemand anders deed. Kut. Voor mijn gevoel ging het wel heel kut. Oké, hier zijn de scores. Mijn highscore is 34.96, die van Kees 34.91, dus je bent 0,05 sneller. Maar Jan, jij bent 0,2 sneller. Thomas, jij rijdt wel een seconde sneller. Seconde? Netjes gedaan. Remy, jij hebt toch wel een mooie 36 seconden. Er is hier net bij een andere jongen ingebroken in zijn auto. Dus ik ga even mijn auto checken. Oké, die is nog helemaal heel fijn. Ja. Zo, dit is naar. Ik voel nu ook een beetje de pijn van degene van wie nu is ingebroken. Want laptop is weg. Hele tas met kleding is weg. Precies hetzelfde als wat ik laatst in Parijs had. Dus, maar het is wel dom, want ze hebben de goedkoopste auto die er staat. We zijn hier met 2 RS3's, een BMW. Dikke BMW, vriend. Dikke maar BMW. Het is wel oprecht de skeerste auto waar ze het uit hebben gestolen. Ja, ja. Maar toch, dan moet het in zich gelegen hebben. Anders pak je het niet. Ja. Ja, maar wij hebben allemaal geblindeerde ramen en hij niet. Maar hoe durf je het ook? Daar is geen alarm op. Gast, op mijne zit een klasse 5 alarm. Alarm is niet afgegaan toen hij ingebroken was. Het boeit je niks, want ze zijn toch binnen 10 seconden weer weg. Maar ik ga lekker slapen. Ik heb heel veel medelijden met de jongen bij wie de auto net was ingebroken. Zijn laptop was weg, zijn schoolboeken, zijn iPad, alles was weg. En ik ken het gevoel super naar. Dus sterkte voor degene, ik heb geen idee wie je bent, maar als je dit ziet, sterkte. Ik hoop dat alles geregeld wordt en dat jij wel geld terugkrijgt van de politie. Van zijn verzekering, in tegenstelling tot wat wij kregen. In ieder geval, morgen heb ik een hele leuke dag, waar heel veel van jullie ook op zitten te wachten. Dus als je daar alvast zin in hebt, doe een duimpje omhoog, subscribe hier beneden. En dan, als jij het belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden van de video van morgen, waar ik iets heel leuks ga doen. Later. Wat een kut auto. Zo.